Yo, welkom bij This Game Co. En vandaag gaan we de Sims 4 spelen. Hatsikadee, happatee. We gaan een familie aanmaken. We gaan meteen direct beginnen. We beginnen met één mannetje, jongens. Shunula, hallo. We gaan een mannetje maken. Eens even kijken. Oh, dit is een stemmetje. We kunnen een heel hoog... Kinship Stellini. Nou, zo irritant. English, Bernala Flo. Maar Gazeen. We doen een beetje de standaard stem. Kies een doel. We gaan een doel kiezen. Wat voor mannetje gaan we doen? Wat vinden we leuk? Creatief mannetje gaan we maken, ja? We gaan een hele leuke schilder worden. Ja, dat vind ik wel vet. Kan ik daar weer op klikken of... Nee. En dan deze. En kies een eigenschap. Hak. Een creatieve eigenschap, laten we dat doen. En... Ha! Zelf... Een grapjas. We gaan ook grapjes maken, jongen. Dat is ook leuk. Dashibi Skarba, Bajank. En altijd vrolijk. Ashkwam. We hebben toch het perfecte mannetje, jongens. Dit is perfect. Alleen, hij ziet er nog niet helemaal perfect uit. Dus, wat gaan we doen, het mannetje? We doen een sterke vent. Of een... Gewoon een beetje normaal. Een dikke man of een dunne man? Nee, ook dit een beetje normaal. We gaan een normaal mannetje maken. Uitgelichte looks. Oh, Dark Vader. Oh, nee, dat gaan we niet doen. Wat hebben we hier in de Skywars? Nee. We gaan gewoon een mannetje maken. Een leuk truitje. Even snel een leuk truitje kiezen. We moeten een beetje op een schilder lijken. Dus als we dat een beetje netjes... Oh, zo'n aparte look moeten we dan hebben. Ja, dat doen we. Een broekie. Even een leuk broekie. Wat is een leuk broekje? Wat vind jij? We kunnen ook gewoon op de korte broek altijd lopen. De sok hoog. Dan zijn we echt zo'n aparte schilder. Ja. Of... Ja, oh, dit is wel heel apart. Nee, niet een bruine broek. Blauwe broek? Nee, dat is niet mooi. Ik denk dat we dan voor de zwarte broek gaan gewoon. Of met zak aan de zijkant. Nee, deze doen we. We doen een mooi gouden armband die we niet zien. Een groene ring. Ziet er wel leuk uit. En rode sokken. Prachtig. Doen we nog handschoenen aan? Nou, die hebben we nog niet. Schoenen. Even mooie schoenen hebben. We kunnen altijd natuurlijk met deze lopen, maar een schilder heeft een beetje aparte schoenen altijd. Dit is heel apart, dat doen we niet. Hier, dit is apart. We moeten echt een aparte schilder worden. Ja, dat doen we. Oké, nu het hoofd. Vind ik een hoed mooi. Oh, dit is wel echt zo'n schilderhoed. Zo, echt zo van Gogh. Ja, ik ben zo van Gogh zo. Wat doen we zo'n aparte hoed? Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, dit is ook wel zo'n aparte hoed. Cowboy Joe. Hey. We doen eens een zomerspetje. Dat vind ik wel leuk. Oh, hier kan ik echt nog alles persoonlijk aanpassen. Oké, kapseltje. Wat doen we? Een groene punker, want je kunt het niet zien als ik een hoed op heb. Ja, yeah. Een man met inhammen? Nee. Ik denk dat we een beetje zo lang haar doen. En dan... Een beetje zo, ja. Wat voor baardgroei gaan we doen? Zo'n raar sikje? Ah, ik doe wel een andere kleur haar trouwens. Ik vind dat vind ik een beetje poephaar. Bruin gewoon. Gewoon een beetje safe gaan we het spelen. Hè? Een beetje safe. Nee, we gaan geen make-up op doen, jongens. Oh, hier kan ik kiezen hoe we dat hoofd veranderen. Zo, en dan een wat langer kinnetje. Ja. Een bolle wangetje. Nee, niet te bol. Een hele dikke neus of een klein neusje. De mond mag wel iets langer. Oh, een blij hoofd, want we zijn altijd vrolijk natuurlijk. Hele dikke Zulu lipjes of gewoon leuke lipjes. Gewoon een beetje normaal zo, ja. Hier, dat hebben we toch snel gedaan zo, een mannetje, of niet dan?
Ik vind het helemaal prachtig zo. Ja, ik zeg, dit doen we. We gaan gewoon snel naar huis. Oh, een voornaam en een achternaam is wel makkelijk als je het leven in komt. Wat voor naam gaan we doen? Theo. Van. Niet Gogh, want we willen wat anders doen. Theo Balkenende. Ja, dat is leuk. Ja, let's go. Nou, daar gaan we. Ja, Balkenende, ken je dat? Oh, dit is een duurdere wijk, denk ik. Ja, maar ik wil wel een beetje een grote ruimte hebben om te leven. Ik denk dat ik dan daar ga wonen. Maar ik wil ook wel weer een beetje bij het water wonen, want kijk, hier heb je water. Dus ik denk, laten we hier al gaan wonen. Daar ja. Hoppa, let's do this. Oké. Druk op G om een rooster aan en uit te zetten in het bouwen. Oké, dat zijn tips. Pottenmakersheuvel. Oké, nou, we gaan bouwen, jongens. Eens even kijken, wat gaan we nou eens precies doen vandaag? Ingerichte ruimtes, dat zijn nou helemaal ingerichte ruimtes, als ik het zo goed zie. Oh, ja? Maar dat gaan we niet doen. We gaan natuurlijk wel een beetje zelf pieren wippen. Laten we zeggen, we komen hier zo aan. Dan gaan we hier wonen zo. Ja, dit is de gang. Oh, wat ben ik hem aan het doen? Oh, zo draai ik. Kop, toppie. Dat is voor mij ook allemaal een beetje nieuw, jongens, dit bouwen. Ja, dus dit is de hal. En dan doen we dit zo scheef. En aan die kant ook. Het moet wel een beetje een mooi, echt Theo van Gogh huis worden natuurlijk. Waar komen we direct in de woonkamer? Ja, we komen direct in de woonkamer. Laten we zeggen, dit is onze woonkamer. Zo, top man. Dit ziet er goed uit. Dan kunnen we zeggen, we maken een slaapkamer. Want we moeten het ook niet te gek maken nu natuurlijk. Dan maken we hier een slaapkamer zo. Hoppa. Nou, dat is easy toch? Easy peasy. Ja, daarna doen we de badkamer. 1, 2, 3. Dat zijn drie grote vakken. Dus dat doen we die ook. Dat we het wel een beetje symmetrisch houden. Niet helemaal natuurlijk. Het is wel een grote badkamer. Dus dat kunnen we nog een keer splitten. Dat we zeggen, we poepen in ons eentje. En we douchen niet in ons eentje. Ja, leuk. Ziet er goed uit. Hebben we nog iets meer nodig? Nee, hè? Nou, dat is wel belangrijk, ja. Zo. Even kijken. Een keuken. Waar doen we de keuken? Die doen we dan hier. Dus dan wordt het eigenlijk helemaal niet symmetrisch. Oh, vet. Dan doen we een scheve keuken. Ik weet niet of dat handig is. Anders wordt dit de douche en dit de keuken. En dan doen we deze muur. Halen we gewoon weg. Dat we gewoon zo de keuken in kunnen lopen. Het lijkt op een kerk, ja. Maar dat is het niet. Eens even kijken. We gaan verder kijken natuurlijk wat voor leuke behangetjes we allemaal kunnen doen. Wat zijn leuke behangetjes? Hier kun ik tegels kiezen. Metselwerk. Connection lost. Ja, dit is goed. Connection lost. Hoe kan ik alles selecteren? Want dat zou wel makkelijk wezen, lieve jongens. Hier kan ik volgens mij kiezen. Oh ja, kijk. Zo, ik heb overal witte balken zo te zien. Maar dit vind ik goed, dit vind ik goed. Nou, dat zal wel meegaan, kijk. Tegelwerk. Wat voor tegeltjes? Doen we gewoon deze tegels in de badkamer. En we knallen er even doorheen natuurlijk. Ah ja, dat is wel lastig. Dat moet ik dan even zo doen. Oh, en draai. En draai. Zo, dit is de keuken. En dan de woonkamer doen we een leuk behangetje, denk ik.
Beetje fleurig, beetje apart. Ja, ik denk dat dit is wel leuk zo, hè? Hoppa, joep. En draai, en draai. Ze verwennen aan de controllers. We slapen in een mooi... bloemetjes, ja, perfect. Dit doe ik ook rood. Ik vind rood wel een leuk kleurtje. Oké, vloerbedekking. In de woonkamer doen we denk ik gewoon... Oh, deze kan ik nu weer... Zo, dit is goed. Zo. Top, dit vind ik mooi. En in de hal doen we dan tegels. Dit vind ik wel echt haltegels. En een paadje ernaartoe, zo met dezelfde soort haltegels. Keukenvloertje, zwarte tegeltjes. Dat vind ik heel mooi. Knallen we daar zo even hartstikke hard erin. Hier, deze tegeltjes, mooi. En dan doen we een vloerbedekkingje. Nou, laten we geen gras binnen, bij ons binnen doen. Kijk eens, dit ziet er leuk uit, zeg. Leuk, leuk slaapkamertje zo. Ja, dat is mooi. Dit is mooi. Oh, zo ga je de verdieping op. Oké, nou, dat is goed. Ik denk dat we dit dan nu hebben. Dan moeten we nu ramen erin doen. Hoe verander ik nou dit weer? Ik wil al die muren weer zien. Hier stond een knopje net, toch? Oh, hier. Ik ben blind, sorry. Ik denk dat we deze raampjes er gewoon even in doen. Dat is de douche. Hier doen we een raam. Hier doen we een raam. Zo. In de hal kunnen we daar een raam doen. Dat ziet er niet echt mooi uit. Kunnen we een klein raampje doen. Oh, dat is niet echt een klein raampje, jongens. Oh, dat is niet echt een klein raampje. Gewoon een klein raampje. Kom op. Oh, dat vind ik nog wel leuk. Hier, een wc-raampje wou ik zeggen. Maar het ziet er niet echt uit als een wc-raampje. Oh, kijk. Rond raampje. Hier, zo. Kun je lekker douchen en weet ik het allemaal wat. Ja, oh, yo, die kan ik helemaal kiezen hoe hoog die zit. Dat is vet, hé. Zo. Beetje apart, maar daar hou ik wel van. Hier, en dan hier zo'n leuk raampje. Nou, dat hebben we dat gedaan. Dat is top. Een deur is makkelijk om binnen te komen. Het hoeft natuurlijk niet, maar ik zou het wel doen. Wat voor woorden gaan we doen? Ja, een witte wel. Een hoge deur. Nou, dat kan ik niet eens doen nog. Nou, deze deur vind ik wel mooi als voordeur. Dan doen we dit gewoon als binnendeur zo. Hup, naar de slaapkamer en even kijken naar de badkamer zo. Die heb ik hier, want de huiskamer dat komt hier. Ik denk dat we dat dan ook alweer gefixt hebben. Dat gaat hard. We hebben nog 12.000 eurotjes. En daar moeten we ons huis dan van gaan inrichten. Maar dat gaan wij wel redden natuurlijk. Een gast voor huis. Hoe duur is die? 400 euro. Ja, ik moet wel met de goedkope beginnen. Ik denk dat dat wel zo makkelijk is. Zo, bij het raam. Kan dat? Niet heel mooi. Nee, nou, dat komt dan zo. Koelkast is ook heel makkelijk, want dan kunnen we eten. En dan doe ik een aanrecht blokje. Oh, dan gaan we voor de rode wel hoor. Vind ik toch wel mooi. Het ziet er niet uit, maar goed. Ja, dat doe ik gewoon zo. En dan kan ik daar later altijd nog weer dingen bij doen, weet je wel. Zoals nu heb ik even een groot steentje en dat soort dingen nodig. Hier hak ik het dan. Daar ga ik het koken. Ja. Tafel om aan te eten. Ja, dat komt zo meteen allemaal. Rustig aan. Een prullenbak is ook wel makkelijk. Zo. En die tafel die doe ik dan gewoon hier zo. Die kunnen we een beetje half in de woonkamer zetten, weet je wel. Een brandmelder. Heel belangrijk. Want ik wil niet kapot gaan. Oké. Banken.
En tafels. Oké, okay, nice. Ik doe die stoel hier. Aangezien ik in mijn eentje ben, hoef ik niet zo heel veel te doen. Dus ik heb hier ook genoeg aan natuurlijk. Ja, midden in de gang. Ik bedoel midden in de... Ja, klopt. Maar ja, het is niet anders. En even een goedkoop bed hebben, want we moeten wel even kunnen pitten. Of als we moe zijn. Oeh, het geld raakt snel op nu, hé, met inrichten. Oei. Even kijken, wat kunnen we nog meer? Waar, comfort. Ja, maar dat doe ik zo. Ik ga eerst tafeltjes en zo. Even kijken hoor. Waar staan de tafels? Hout. Nou ja, wat een raar gedoe altijd hier. Sanitair, comfort, oppervlak. Ah, oppervlak. Ja, ik doe wel dit vierkante tafeltje gewoon. Hoezo kan hij niet hier staan, jongens? Want deze dan achter nog één? Ah. Zo. Je zou zeggen, dan kan ik nu de tafel... Oh, kijk, nu kan ik ze zo onderschuiven. Nou, dan kunnen ze hier zitten en er langs lopen. Dat moet goed zijn, toch? Oké, okay, tegen een muurtje aan? Hier, of daar? Ja, dat zou misschien beter zijn, hè, als we dat zo doen. Dat is mooier. Zo. En dan... Zo, die moet ik even zo zetten dan. En dan kan ik deze zo onderschuiven. Zo. Ik denk dat is wel compact, ja. Dat is wel compact. Nou moeten we heel snel nog even een apparaat halen. Elektronica, tv. Ja, dat is niet leuk als die op de grond staat natuurlijk. Dus moeten we ook weer een tafel hebben. Oh. Maar dan kunnen we hier zo'n laag tafeltje doen. Dit is wel mooi. Als we daar dan de tv op zetten, is dat wel heel vet. Maar ja, kost 1000 euro. Maar ik wil wel een mooie tv hebben. Bam, jongen. Oké, okay, comfort. Dan gaan we weer snel door naar de banken. En dan doen we deze bank. Dat vind ik een mooi bankje, dit. Dat vind ik een leuk bankje. Zo? Ja, dit vind ik leuk. Wat hebben we nog meer nodig? Een wc om even in te kakken. Dat is wel makkelijk, natuurlijk. Sanitair. Oké, nou doen we dit een beetje goedkoper. Even kijken, stel dat we hier al onze handen wassen. Als dat kan. Ik denk dat dat kan. Dus dat zou mooi wezen. Dan doen we hier al een douche. En een playpot. Hier. Kijk, dan hebben we dat allemaal mooi compact zo zitten. Dat zit goed. Dus dan komen we zo binnen wandelen. En waarom dit hier staat, weet ik niet. Zo, die doe ik hier bij de deur. Ik denk dat we het zo even moeten houden. En even kijken. We hebben nog 6000 euro. Dus we kunnen altijd nog even dingetjes... Oh ja, ik ben creatief. En lampen. Inderdaad, lampen. Deze lamp doe ik hier zo. Oh, rood. En een hanglamp kan ook nog, jongens. We kunnen ook nog hanglampen doen. Die gewoon aan de muur hangen. Die doen we niet te duur. Wat een apart lampje, zeg. En in de wc moeten we ook even licht hebben. Zo. Nou, ik vind dit helemaal mooi zo. Even kijken. Wat gaan we nog meer doen, jongens? Ja, maar ik wil juist heel veel geschilderen en zo. Dus ik moet even zo'n schilderding doen. Maar waar kan ik dat weer vinden? Schilderaar, apparaten, verlichting, decoraties. Nou, ik denk dat ik mijn eigen schilderij ga doen in dit huis. Dat vind ik leuker. Activiteiten en vaardigheden. Staande driepoot met canvas schilderen. Zo til je overal naartoe. Dan doe ik deze
Oh, die kan ik nog niet. Nou, dan doen we deze. Dit is het belangrijke. Als wij veel willen gaan schilderen, moeten we het natuurlijk ook mooi hebben. Zo, die zet ik hier neer. Zullen we maar eens gaan spelen, jongens? Wat zeggen jullie ervan? Hartstikke idee. Nou, laten we meteen gaan schilderen. Oh, het kost ook geld schilderen, zie je dat? Oeh, dat gaat nog veel geld kosten, dus schilderen. Oh, hier kunnen we vissen. Nice. Wat is er? Ja, dat hoop ik. Nou, kijken wat voor moois hij gaat schilderen. Ja, het is nu even Theo Balkenende, wat een rotnaam zeg. Maar wat gaan we doen? Oeh, kijk, een vrouw. Hallo, hallo. Gaan we heel veel vrouwen versieren gewoon? Een beetje losbandig leven? En dan kiezen jullie de vrouw die we uiteindelijk nemen. Ik denk dat dat het leukste is. Dan ga ik eerst gewoon even een beetje rondfrotselen met verschillende vrouwen. En dan kunnen jullie zeggen van, nou, doe die. Volgens mij is hij een beetje moe, jongen. Jij moet op tijd naar bed vanavond, jongen. Zal ik doen, hoor, Theo. Oké. Dus we hebben een tv, een bed. We hebben een telefoon in onze zak. Dus dat is goed. Nou, dit gaat soepeltjes zo. Hier nog een vrouw. Hallo. Nou, ik introduceer me straks zelf wel. Ik ga eerst kijken hoe goed ik kan schilderen. Want als het goed is, kan ik wel goed schilderen. Als ik creatief ben, moet dat lukken. Ja, dat, je weet het natuurlijk nooit, hè. Je weet het natuurlijk nooit. Wauw. Nice, dus dit is het geworden. In inventaris plaatsen. Ik denk als ik dat doe, dat ik hem dan voor €76 kan verkopen. Oké, dus als ik schilder een schilderijtje voor 50. En voor hoeveel ga ik hem verkopen? Dat moet ik dan even kijken. Want de hele game is voor mij helemaal nieuw. Dus ik weet ook helemaal niet wat ik precies moet gaan doen. Kijk, we kunnen een baan zoeken, maar we kunnen ook gewoon een beetje rondrotzooien en een rijke vrouw nemen. Ja, en dan verhuizen naar die rijke vrouw. Het geld jatten, dumpen. Of misschien wel moordenaar worden. Het is wel heel slecht, maar het kan wel. Oh, de tijd kunnen we zo doorspoelen. Oké, dit is hoe ik me voel. Hier zo zit mijn, hoe ik me, ja, hoe ik alles vind. Oh, deze kan ik weer. Oh, dat kan ik inlijsten. En in inventaris plaatsen. Dan kan ik hier mijn inventory kijken. En dan krijg ik er €73 voor. Nou, dat is niet echt heel veel. We gaan er nog een schilderen, hoor. Ik wil even gewoon heel snel oefenen. Wat gaat hij nou schilderen dan? Oh, dat ziet er mooi uit, hoor. Zo! Zie je op de kleuterschool of zo, Harry? Jongen, jongen, wat een lelijk ding. En klassiek schilderij. Wat is hier klassiek aan een roze baby dingetje? Is er niks klassiek aan, jongens? Ik wil iets moois hebben wat we in ons huis kunnen hangen, natuurlijk. Nou, is heel klassiek. Ik moet even gapen. Man. In inventaris plaatsen. Oh, ben ik al moe dan? Wat is dit? Oh, ik ben al moe. Nou, dan verkopen we deze gewoon even, toch? Zo, hebben we weer wat geld erbij. Zo kunnen we wel makkelijk geld verdienen. Hoop ik. Eerst gaan we eens even lekker pitten. Zo, lekker hoor. Moet ook even iemand leren kennen voor onze sociale balk. Want ja, het is wel makkelijk om te zijn. Oh, het is vaak speels. Omdat we een grapjas zijn. Ik vind dat wel vet. Ze hebben wel die dingen allemaal leuk gecombineerd in deze game. Beter als de Sims 1. Want in de Sims 1 was ik alleen maar aan het poepen en plassen. Ja, je moet nu al plassen. Ach, ik moet plassen. Nou, dit is eigenlijk geen reet veranderd dus. Hallo, even naar de wc. Jongen, opstaan. Joe, ik doe de wekker wel daar. Oké, dat heeft veel geholpen. Ik voel me ongemakkelijk, want ik moet nodig poepen. Nou, ga jij maar eens even lekker die dingen legen daar zo. Lekker hoor. Oeh, we hebben honger. Ontbijtje serveren, een roereitje. Zo duur, €10 voor een paar eieren. Wordt steeds gekker, jongens. Oké, niet in de fik vliegen. Niet in de fik vliegen. Oh.
Ik heb voor heel veel mensen eten gemaakt. Ja. Vind je het gek? Oh, ik heb er geen honger meer. Nu, wat je nu kan doen is gewoon opruimen. Dan zet ik hem weer in de koelkast en dan kan ik hem later gewoon weer opeten. Oh, ik gooi het gewoon weg. Nou, dat is handig. Laten we nog een schilderij maken. Een groot schilderij. Lijkt me gewoon vet. Oeh, die is echt heel groot, ja. Dat wordt misschien ook wel mooi. Is dit nou My Little Pony of wat is dit? Het is een beertje van Five Nights at Freddy. Ja, leuk, een konijn. Wat is dat nou klassiek aan, jongens? In de inventaris plaatsen. En dan kijk je in de inventaris. Oh, die kan ik wel weer voor 105. Dus ik verdien dan 100 euro. Maar oh, dat is niet echt veel. Dubbel, hè? En een normaal schilderij. Kijken wat dan dat wordt. Oh, kijk, we gaan niveau omhoog. En hoe hoger we gaan, hoeveel meer we het kunnen verkopen. Dat is wel een goed teken. Die is wel mooi, schilderij. Ja, dit is wel redelijk mooi, maar toch. Is dit het nou? Aan verzamelaar verkopen. Hoeveel krijg ik er dan van? 140. Ah, dat zal hetzelfde zijn. Wie wil mijn schilderij nou verzamelen, joh? Wat is dat dan? Even kijken, kunnen we iemand tegenkomen? Jij. Ja, we gaan een grappige introductie maken, jongens. Oh, dat is niet echt een knappe dat ik zeg van wauw. Hey Maarten van den Berg. Doe ook even. Oeh, dat gaat niet goed zo meteen, jongens. Oh. We maken niet echt veel vrienden zo. Oh, nou dan gaan we toch even roddelen. Wat kunnen we nog meer doen? Gemeen. Ik ga er even beledigen dan met daar meteen. Oh, ben jij lelijk? Jij bent echt niet knap. Oeh, we zijn goede vrienden. Nou, dat gaat lekker. Wat ben jij nou weer? Wat heb jij voor raar tuinbroek aan? Oh, kom op. Klik er nou op. Klik er nou op. Ja, grappige introductie. Yo. Hey, klein Willem. Oeh, kijk daar. Hallo. Ja, ik loop ook altijd in mijn lingerie hier buiten hoor, dat is heel normaal. Hier, ben jij de postbode? Hey! Waar ben ik nou? Is mijn mannetje gewoon weggerend? Jesper van Driesten. Oh, wist, wat is dat dan voor keel? Nou, we komen vreemde vogels hier tegen. Hier, we kunnen ook vissen jongens. Kom, we gaan even vissen. Ja, stop maar met praten. Even introduceren met de vrouw. Oh, we gaan vissen. Die kennen we al. Verveeld. Oh, hij vindt vissen dus echt geen reet aan. Dat moeten we niet doen. Hallo, ik ben een schilder. Wat ben jij? Oh, jij bent een tiener. Nou, wat heb jij een lelijke pet op? Oké, leuk, bedankt. Nou, dat vindt hij dus allemaal geen ruk aan. Maar even kijken, waar hebben we zin in? We hebben zin in eten, we hebben zin in een pot schijten, we hebben zin in een lekker douchen en we hebben zin in lekker slapen. Dus we gaan schilderen. Ja. Echt mee te maken, hè? Ja, ik denk, dat doen we dat gewoon. Dat lijkt erop. Ik ben verveeld. Ik wil niet met mensen praten, joh. Oh, comedy vindt hij dus ook leuk. Dus dat... Hou eens even op, man, met Iris kletsen. Ze is een tiener, man. Vieze pedofiel. Dat moeten we helemaal niet doen. Nou, heb ik nog een beetje inspiratie met schilderen? Nee, ik ga weer hetzelfde schilderij als net schilderen. Goh, wat ben ik een leuke, inspirerende vent. Nou, kunnen we aan diezelfde verzamelaar weer verkopen straks? Ik ga eventjes, ja. ik ga even een waarom zo duur alles? Ik ga even yoghurt eten. Dan ga ik even poepen. En dan ga ik lekker slapen. Wat dacht je daarvan? En deze verkoop ik aan de verzamelaar. Oh, dat moet ik ook echt helemaal doen zelf. Oh, dan ga ik die wel verkopen en daarna slapen. Voor 141 euro. Nou, we hebben 1 euro meer ontvangen, jongens. Wat een geluk. Ik vind het helemaal mooi. Nou, we gaan lekker slapen weer. Ik vind het een prachtige schaduw. Dat zijn zwevende bomen, heet dat. Nou, kijk. Als ik uitgezoomd ben, dan zie je de boom. Als ik zo zit, dan zie je dat niet. Ja.
Oké. Ik ga me eens even verder in de game verdiepen, jongens. En dan hoop ik dat jullie de Sims-aflevering een leuke aflevering vinden. En dan ben ik straks weer bij jullie terug. Dan gaan we eens even een baantje zoeken en dat soort dingen. Dus bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, doe het duimpje omhoog. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende aflevering. Yo, yo, yo!